Voor het aansluiten van een Coax connector op een Coax snoer hebben we nodig de connector, een stripper en een fittingsschroevendraadje of een spanningszoekertje. We draaien de connector los en doen deze alvast op het snoer. Dan pakken we de Coax stripper, die doen we erin en draaien een paar keer goed heen en weer. En dan zal je zien dat hij vrij gemakkelijk te demonteren is. We maken de connector open, doen de kern onder het schroefje en de rest drukken we daarop. We draaien nu het schroefje aan. Dicht en de trekontlasting en de connector kan weer in elkaar geschroefd worden. Nu is hij klaar voor gebruik. Voor het maken van een Coax connector op een Coax snoer met gebruik van een standing mes doen we het volgende. We maken de connector los. Deze doen we alvast over de kabel heen en de trekontlasting ook natuurlijk. Nu gaan we uitmeten hoeveel we nodig hebben. We doen een connector open, leggen hem naast, in dit geval zal het zo'n beetje 2,5 tot 3 centimeter zijn. We pakken de stellingmes en we kerven hem rondom, kerfwijn. In. Door nou de kabel te buigen, rijg je vanzelf open en een beetje helpen mag erbij natuurlijk ook. We zullen zien dat we hem heel mooi open hebben gemaakt. Dan trekken we de mantel eraf en dan hebben we ongeveer een 8 à 9 mm nodig voor de kern bloot te maken. Je draait hem eerst goed rond, zodat het mantel en zo eraf is. En de kern zien en nou. Snijden wat dieper in tot we dit kern bloot kunnen maken. Pas wel dat je natuurlijk niet al te diep in de kern kerst, anders heb je kans dat die afbreekt. Een beetje de kwaliteit van de kooksnoer hebt er wel mee te maken. Nou is de kern bloot. De kern doen we in het schroefje. Deze draaien we weer met een spanningzoeker vast. Daar kun je weer even trekken, voelen of je goed zit. Dan doen we de andere kant doen we erop. Trekontlasting eroverheen. En we draaien hem dicht. En ook zo maken we dus een Coax connector met behulp van een stellingmes.